breng Parijs naar huis. En Parijs, dames en heren, dat is vandaag in Rotterdam. We zijn hier op de klimaattop en op de klimaattop is duidelijk geworden dat er maar één weg voorwaarts is. En dat is als er in Nederland één persoon komt die verantwoordelijkheid neemt voor de hele energietransitie. En ik ben ongelooflijk blij om aan te kondigen dat de man die naast mij staat, Ruud Koornstra, eigenlijk van plan is om dat te gaan doen. Ruud? Ik beloof het je, maar laten we ook afspreken dat zodra er iemand is die beter is, dat ik meteen plaats maak. Maar we hebben een kwartiermaker nodig die het in gang gaat zetten. En jij bent de ideale kwartiermaker. Ja. Ja, jongens, hoe mooi is dat? En je moet ook redelijk onafhankelijk kunnen opereren. Dus dat je niet voortdurend door het kabinet ter verantwoording wordt geroepen. Wat heeft hij nu weer gezegd? Ja. Ruud Koornstra, wat is je eerste advies? En wat kost dat en wie gaat dat betalen? Het eerste advies is, laten we zorgen dat we in 2030... klimaatneutraal zijn, dat we dus echt nul op de meter hebben. Dat betekent dat we het dicht bij de mensen gaan brengen. Dat we echt alle huizen gewoon energieleverend gaan maken. Dat kan, dat kost geld, maar dat is niet een kostenpost, dat is een investering. Ja. Die investering halen we bij, we hebben zo'n 2300 miljard in Nederland beschikbaar bij de pensioenfondsen, de banken en onszelf. Dat is het beste rendement wat je kunt halen. Dus dat gaan we, dat is dus te betalen. Dat is heel eenvoudig. Het kost dus uiteindelijk niets. Het is een investering die iets oplevert. Ja. Dus de kosten hebben we niet. Nee. En we hebben alle kennis in huis. Ja. En daarmee krijg je een onderstroom dat iedereen zegt, ja, als het bij mij thuis kan, precies, dan komt de rest ook. Beginnen bij de bewoners. Absoluut. Ja, ik ben helemaal mee. Prima. Ja.